We zijn in België aangekomen als niet begeleide minderjarige, omdat we een betere toekomst zochten. Afghanistan is nooit een land geweest waar wij konden thuis voelen. Het overkomt u, ik weet niet wat dat is, ik kan het niet beschrijven. Maar het was echt zo van, ja, we gaan dat gewoon doen. أتعامل معه كابن من مثل أولادي ما في طبعا أي تمييز. Ik zie weinig verschil naar gevoel toe naar mijn kinderen, naar mijn pleegzoon. Ik zie weinig verschil. Ik heb nooit mijn eigen als pleegkind gezien. Ik heb mijn eigen altijd als een echt kind van hem gezien. Zijn moeder, dat is zijn moeder, dat elke pleegkind verdient, denk ik. Dat is ongelooflijk als een kind dan een gezin vindt waar hij zich goed voelt, ja. Ik voelde me meteen eigenlijk een lid van de familie. De dag één. Ik had echt niet verwacht. صرت احس عائلة ثانية مثل زي امي يعني. صرت احس عائلة ثانية زي امي يعني ما كانت تقصر معي. Pleegzinnen geven, dat is gevoel. Die geven hoop dat dat leven op een andere manier ook verder kan.